van koolwaterstoffen. En we gaan in specifiek kijken naar esters. Esters lijkt heel erg op eters, maar dat is niet hetzelfde. Een ether is geen ester. Ja, een ester komt tot stand door een reactie van een alcohol met een zuur. Hoe ziet dat eruit? Nou, bijvoorbeeld ethanol met butaan, één zuur. Ik heb hier ethanol, een structuurformule getekend. En die structuurformule is net iets anders dan je misschien verwacht. Of dat je gewend bent. Ja. Vind je dit heel lastig om dit soort structuurformules te zien? Kijk dan even naar, hier komt die link. Ja, nou, dat andere filmpje heb ik verschillende structuurformules naast elkaar gezet. Dus we hebben hier ethanol, we hebben butaanzuur. En wat krijgen we? We krijgen een reactie van het OH-groep met de C-dubbelgebonden OOH-groep. Oké, hoe ziet dat eruit? Nou, dat ziet er op deze manier uit. Ja, ik heb hier heel klein heb ik getekend waar die zuurgroep zit. Dat ik hier een OH-groep heb. En we zien dat hier het waterstofatoom van de OH-groep, die koppelt samen met de OH-groep van het C-dubbelgebonden OH-groep, van de zuurgroep. Dus dan splitst zich water af. En dat vormt, als geheugensteuntje, vormt dat zich als condens in je reactievat of in je reageerbuis. En daarom noemen we dit een condensatiereactie. Dus er komt water vrij bij de reactie. Ja, een condensatiereactie. Dus we hebben een OH-groep en een zuurgroep en die reageren met elkaar. Ethanol, butaanzuur. Ja, ik heb ze nu wel uitgetekend in een volledige structuurformule. En wat krijgen we dan? We krijgen dus die CC van het ethanol. Dan krijgen we, en dan zie je hier een O. Die O, daar staat een rood puntje in. Dat is dezelfde O als die hier in het ethanol zat. En ik vind het belangrijk dat je onthoudt dat de O van de OH-groep van de alcohol dus in mijn ester terechtkomt. Dan krijgen we hier het butaangedeelte. Ja? Dus vier C'en op een rij. Maar op die eerste C die gebonden is aan die zuurstof, daar zit de O van de zuurgroep nog. Nou, deze O die heb ik groen gekleurd. Waarom? Nou, omdat deze O ook in het butanoaatgedeelte van de naam zit. Ja, dit molecuul heet dus ethylbutanoaat. Ja, dus dit deel van een ester, wat mijn zuurgroep, mijn dubbelgebonden O, zuurstofatoom in zich heeft, dat is het OAAT gedeelte. Dus was die maar twee C-atomen groot geweest, dan was het ethanoaat geweest. Propanoaat enzovoort. Ja. Deze kant op komt er water vrij, noemen we het de condensatiereactie. De andere kant op, ja, deze reactie kan twee kanten op. Ja, noem een hydrolyse reactie. Daar hebben we dus water nodig in de reactie. Dat water er wordt zeg maar uit elkaar getrokken. En er ontstaat dan weer een alcohol en een zuur. Ja. En het beide kan gebeuren hier. Maar die naamgeving, ja, denk aan mijn ezelsbruggetje hier met het groene puntje. En wat ik belangrijk vind is van wie is dit zuurstofatoom. Ja, dat is voor nu niet zo belangrijk met die naamgeving. Maar straks in 5 en 6 VWO is dat wel belangrijk. Die esters die komen heel erg van pas. Ja, de toepassing daarvan die vinden we bij olie en vetten. Olie en vetten zijn triglyceriden. En dat zijn drie esters in één molecuul. Heel complex. Die drie esters, ja, waarom, hoe kan het dat er drie esters in één molecuul terechtkomen? Nou, dat komt door glycerol. En dat glycerol heb ik hier getekend. Dat glycerol is dus eigenlijk propaan 1, 2, 3, triol. Ja, het is een propaanmolecuul wat aan ieder C-atoom een OH-groep heeft. En als je dus drie keer een OH-groep hebt, kan je daar drie keer een ester maken als je drie zuren hebt. Nou, die zuren die hebben we in dit geval, want we hebben hier stearinezuur. Dat is een vetzuur en dat is de definitie van een triglyceride. Een triglyceride is glycerol. Ja, dat is de triviale naam voor propaan 1, 2, 3, triol. Glycerol met drie vetzuurmoleculen. Die staan ook allemaal in je BINAS. En deze hele reactieformule staat ook in je BINAS. Maar er zit een flink addertje onder het gras. In je BINAS zie je, ja, je ziet ten eerste zie je in je BINAS een 67G2, zie je die vetzuren die zie je staan, de losse vetzuren. En wat je ziet staan in je BINAS, ja, je ziet ze hier ook, vetzuren. En wat je in je BINAS ziet staan in G1, 67G1, zie je deze reactie. Maar wat is nou het addertje? Het addertje is dat het bijvoorbeeld een vetzuur, het stearinezuur, is met de zuurgroep de verkeerde
verkeerde kant uitgetekend. Dus ik heb hier glycerol met mijn drie alcoholgroepen. Ik heb mijn stearinezuur. En mijn zuurgroep zit niet naar de OH-groep. Terwijl daar wel die reactie plaatsvindt. Dus mijn OH reageert met het C-dubbelgronde OOH. Ja? Dat is belangrijk om te weten. Want wat is een veelgemaakte fout? Is dat je dit stearinezuur met deze CH3-groep aan die OH-groep vast gaat zetten. En dat is niet de bedoeling, want dat kan helemaal niet. Ja? Dus wat gebeurt er als deze OH-groep met drie keer van deze COOH-groep reageert? Dan krijgen we dus aan iedere OH-groep krijgen we nu een ester en dan hebben we een triglyceride. Ook weer deze kant op, ja? Dan komt er water vrij bij de reactie. Dat is een condensatiereactie. Maar de andere kant op, als ik een vet ga omzetten naar glycerol en verschillende vetzuren, ja, dan moet er dus water in. Nou, in de biologie noem je die kant op, noem je ook wel verteren. Dat gebeurt er in je spijsverteringskanaal met vet of olie wat je eet. Ja, dan krijgen we dus een hydrolyse reactie. Hier staat hij, een hydrolyse reactie van een ester, in dit geval een triester, in losse vetzuren en glycerol. Ja, dus op die manier vind ik dan weer heel leuk als bioloog, ja, en scheikundedocent vind ik heel leuk om te zien dat die scheikunde gewoon ook echt hier, ja, in onszelf plaatsvindt. Soms in onze cellen en in dit geval, ja, in het maag-darmkanaal. Vertering. Die vetzuren en dat glycerol, dat ligt dan in je dunne darm, in het lumen van de dunne darm, wordt opgenomen in je bloed en dan maken wij daar weer onze eigen triglyceriden van. Ja, vet. Goed, ik hoop dat dit duidelijk is. Ja, zoals gezegd, die verschillende structuurformules kan je hier bijvoorbeeld nog een keer terugvinden. Je kan subscriben. En ik ben echt blij met alle comments. Ja, ook al zijn het vragen, ja, ik reageer altijd. Dus stel ze. Stel de inhoudelijke vraag beneden. Ja, en je krijgt van mij een antwoord. Heel veel succes!